En ik moet wel een looppad houden natuurlijk. Dat is wel het leuk. Ja, zeker. Voor, als ze dan binnenkomen, dan lopen ze. Ja. Maar ik hoop dat ze geen stress. Ja, dat is toch niet normaal. Alleen soms is het een haasje makkelijker. Dat ze gisteren al gezien. Ja. Die zien ze vandaag halen. Maar dan moet ze eerst weer wat er dan in om de bank te passen. Komt dat er ook allemaal nog in? Dat weet ik niet. Dat moet nog blijken. Doorgaan. Ben je vanavond ook? Ja, maar vanavond moet je proeven natuurlijk. De acteur, de regisseur, Annie Rozen. Dat was moet altijd gedaan worden. Is het dezelfde keuken? Nog even een foto in elkaar zetten. Ja. Nou, ben ik klaar, hè? Bestellen? Zo wil. Oké. Okay. Moet klikken. En dan kan je witte, zwarte, roze, blauw. Nou, haar lievelingskleur is roze, dus dat doen we het in het roze. Ja? Ik wil even kijken hoe je tekst nu valt. Zij je wel. Hé, kom eens. En wie gaat er? Ja, maar jullie moeten gaan zitten. Ze staan toch voor ook al. Ze kijken helemaal niet hoor. Ah, nu wel. Ja, moet je. Zijn ze het allemaal in? Dit zijn ze allemaal, ja. Oh.
nou willen ze dat we naar binnen gaan. Ja. 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 Deze auto heeft wel... Hallo! Hallo! Dank je. Mag ik weer binnen? Welkom. Zit iemand in? Oh ja, achterin zit iemand. Oké. Moet je hem omhoog houden? Ja, ze is kinderslot. Het heeft wel heel wat uren monteren gekost, de opname in het kombuis, want iedereen hield niet aan zijn tekst of eigen teksten verzinnen, maar dat is juist het allerleukste. En er was ook een oud collega van mij die zei, Janine, als jij een film gaat maken, wil ik meedoen. Ik wist niet meer waar ze woonde, ik heb ze opgespoord, ik heb een script in de bus gedaan. Ik zeg, Angelique, als het zover is, dan doe je mee. En ze deed gelijk mee. Nou, Linda, de hoofdrolspeler eigenlijk, die had cameravrees. Dus dat is gewoon, die loopt gewoon nu een kroeg binnen. Die is helemaal losgeslagen. En Nou, zelfs mijn moeder van 87, die vond het leuk om een rol erin te spelen. We hebben natuurlijk Leo. Daar moet ik weer optreden. En hij kwam gewoon uit zijn pomp vandaan. En hij ging helemaal in zijn rol. Dan hebben we natuurlijk Kees. Al wel bekend en die gaf ook meteen zijn medewerking. Het heeft wel een paar keer over moeten doen. Ja, de geweldigste actrice die morgen waarschijnlijk een BN'er is in Bru, dat is El. Ja! Voor de mensen na de film deelt ze handtekening uit. Eens voor nooit.
ga het verder niet te lang maken, want naar mijn grootste dank gaat uit naar Karel en Patrice, mijn lieve achterburen. Ik wil ook Ruud en El even aanhalen. Ik vind het erg leuk dat jullie er vanavond bij zijn, want alle opnames waren gemaakt en ik was eigenlijk nog op zoek naar een boot. De allerlaatste avond zeiden ze, Janine, je kan morgen filmen op de boot. Nou, dat is gewoon toppie. En ik wil jullie daar heel veel voor bedanken. En voor de rest natuurlijk alle Numenaars en Albert Heijn, want die heeft mij eigenlijk geïnspireerd. Nou, ik zou zeggen, geniet van de film. En geniet van deze hele avond. Dank je. Dank je wel. Zou je niet in de film zelf ook willen? Super deluxe. Het was helemaal geweldig. Ja, ik heb twee bossen over. Dat kan je inderdaad verder ook. Maar ik denk dat we thuis ook wel hebben. Hele speciaal. Jullie zijn er wel van bewust dat jullie nu een BN'er in het dorp hebben wonen, dat is El. En ze deelt zo dadelijk handtekening uit. El, kom even, ik heb hier flyers voor je. Vanaf nu. In galakleding kwamen de hoofdrolspelers aan bij de première van de Muppets in Bru. De nieuwe film van regisseur Janine Versteeg. Het gaat over de Muppets die de mensen als gekken gaan verzamelen. En op een gegeven moment is er alleen Miss Piggy nog en Kermit. En er is een mevrouw die wil dolgraag Kermit hebben voor haar kleinzoon. En die laat ze vallen. En Kermit gaat dan een eigen leven leiden. Die gaat op zoek naar Bruwenaren en die komt in allerlei avonturen terecht. Auw, mijn hoofd. Ik heb een klein beetje hoofdpijn. Ik ben gevallen uit haar arm van haar. Dacht dat ik geen gevoelens had voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. We wilden altijd wel eens een keer een film maken over Bru. Gewoon leuk met de mensen. En toen kwamen die Muppets en toen had ik nog niet eens door dat het handpoppen waren. En ik dacht, ja, daar kunnen we wat mee doen. Ja, het is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Ja, jij bent toch Walter? En wat kan ik voor u doen? Ja, dat klopt. Ik ben Walter. De inwoners van Bruinisse waren erg betrokken bij de totstandkoming van de film. Als we dan buiten stonden of we liepen ergens met die poppen, zeiden ze, oh ja, je bent een film aan het maken en wanneer komt die? Ja, zo is het eigenlijk. Iedereen is heel erg spontaan, hebben ze meegedaan. Ik ben blij dat ik even buiten ben, maar ik zou Bruno wel eens willen zien. En ook hoofdrolspeler Kermit vond het een ervaring om mee te mogen doen. Ik vond het helemaal geweldig, zeker de achtervolging dat ik toch maar in een Ford K heb gereden. Dat had ik nooit kunnen bedenken. En het bleef nog lang onrustig in het kombuis. Komt dat er ook allemaal nog in? Dat weet ik niet. Dat moet nog blijken. Doorgaan. Ben je vanavond ook? Ja, maar vanavond moet je proeven natuurlijk. Leuk.
van de acteuren, de regisseur, Annie van Rozen. Dat was moet altijd gedaan worden. Is het dezelfde keuken? Nog even een foto allemaal in elkaar zetten. Nou, ben ik klaar, hè? Bestellen? Zo wil. Oké. Moet ik klikken? En dan kan je witte, zwarte, roze, blauwe. Nou, haar lievelingskleur is roos, dus dat doen we het in het roos. Ja? Ik wil even kijken hoe je tekst nu valt. Hoi. Zei je wel. Hey, kom eens. Zei je wel. En wie gaat er? Ja, maar jullie moeten gaan zitten. Ze staan toch voor ook al. Ze kijken helemaal niet hoor. Ah, nu wel. Ja, moet je. Hallo. Hoi. Ja. Zijn ze het allemaal? Dit zijn ze allemaal, ja. Stappen naar binnen gaan. Oh, dat is een deze auto heeft wel. Hallo! Kinderschot. Kinderschot, dat mag ik van.
Poppetje even omhoog houden waar je naar binnen loopt. Omhoog. Poppetje omhoog. Ja. Poppetje omhoog houden. Hey. Hartstikke leuk. Hey, die moet ik gewoon over de vloer doen. Ja, oké. Deze kan lekker. Ja, oké. Oh, even wachten. Je moet het in de lucht houden. Oké. Doe maar aan, meid. Mooie grote de busje. Die muppet de lucht eraf. Ja, hierheen, hè. Hierheen, hè. Hallo. Nu graag een groot applaus voor de regisseur Janine Versteeg. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk welkom heten op deze avond. En wat in een lolletje begon eigenlijk, eindigt zo. Nou, als je dat de tweede keer moet doen, dan denk ik niet dat dat gaat lukken. Het idee is eigenlijk 2 maanden geleden ontstaan bij de Muppetsgekte in Albert Heijn. En we dachten van ja, we moeten daar wat mee gaan doen. Nou, van het een kwam het ander. En de acteurs waren nog niet helemaal geregeld. Maar als je 5 minuten in het kombuis zit, dan heb je gewoon diverse acteurs en actrices die meteen hun spontaniteit mee gingen werken. Het heeft wel heel wat uren monteren gekost, opname in het kombuis. Want iedereen hield niet aan zijn tekst of eigen teksten verzinnen, maar dat is juist het allerleukste. En er was ook een oud collega van mij die zei: Janine, als jij een film gaat maken, wil ik meedoen. Ik wist niet meer waar ze woonde, ik heb ze opgespoord. Ik heb een script in de bus gedaan. Ik zeg: Angelique, als het zover is, dan doe je mee. En ze deed gelijk mee. Nou, Linda, de hoofdrolspeler eigenlijk, die had cameravrees. Dus dat is gewoon, die loopt gewoon nu een kroeg binnen. Die is helemaal losgeslagen. En nou, zelfs mijn moeder van 87, die vond het leuk om rol erin te spelen. We hebben natuurlijk Leo, daar moet ik weer optreden. En hij kwam gewoon uit zijn kont vandaan en hij ging helemaal in zijn rol. Dan hebben we natuurlijk Kees, al wel bekend. En die gaf ook meteen zijn medewerking. Het heeft wel een paar keer over moeten doen. Ja, de geweldigste actrice die morgen waarschijnlijk een BN'er is in Bru, dat is El. Ja! Voor de mensen, na de film deelt ze handtekening uit. Eens maar nooit! Ik wil iedereen gewoon ontzettend bedanken. Ik ga het verder niet te lang maken, want mijn grootste dank gaat uit naar Karel en Patrice, mijn lieve achterburen. Even aan, maar ik vind het erg leuk dat jullie er vanavond bij zijn, want alle opnames waren gemaakt en ik was eigenlijk nog op zoek naar een boot. De allerlaatste avond zeiden ze: Janine, je kan morgen filmen op de boot. Nou, dat is gewoon toppie. En ik wil jullie daar heel veel voor bedanken. En voor de rest natuurlijk alle Rubenaars en Albert Heijn, want die heeft mij eigenlijk geïnspireerd. Nou, ik zou zeggen, geniet van de film en geniet van deze hele avond. Dank je. Zou Janine in de film zelf ook willen?
Super deluxe. Dat was helemaal geweldig. Ze hebben er twee borst over. Kan je dat verder ook maar ik denk dat we thuis ook wel hebben. En dat speciaal. Jullie zijn er wel van bewust dat jullie nu een BN'er in het dorp hebben wonen, dat is El. En ze deelt zo dadelijk handtekening uit. El, kom even, ik heb hier flyers voor je. Vanaf nu. In galakleding kwamen de hoofdrolspelers aan bij de première van The Muppets in Bru. De nieuwe film van regisseur Janine Versteeg. Het gaat over de Muppets die de mensen als gekken gaan verzamelen. En op een gegeven moment is er alleen Miss Piggy nog en Kermit. En er is een mevrouw die wil dolgraag Kermit hebben voor haar kleinzoon. En die laat ze vallen. En Kermit gaat dan een eigen leven leiden. Die gaat op zoek naar Bruwenaren en die komt in allerlei avonturen terecht. Auw, mijn hoofd. Ik heb een klein beetje hoofdpijn. Ik ben gevallen uit haar arm van haar. Dacht dat ik geen gevoelens had voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. We wilden altijd wel eens een keer een film maken over Bru. Gewoon leuk met de mensen. En toen kwamen die Muppets en toen had ik nog niet eens door dat het handpoppen waren. En ik dacht, ja, daar kunnen we wat mee doen. Ja, het is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Ja, jij bent toch Walter? En wat kan ik voor u doen? Ja, dat klopt. Ik ben Walter. De inwoners van Bruinisse waren erg betrokken bij de totstandkoming van de film. Als we dan buiten stonden of we liepen ergens met die poppen, zeiden ze, oh ja, je bent een film aan het maken en wanneer komt die? Ja, zo is het eigenlijk. Iedereen is heel erg spontaan, hebben ze meegedaan. Ik ben blij dat ik even buiten ben, maar ik zou Bruno wel eens willen zien. En ook hoofdrolspeler Kermit vond het een ervaring om mee te mogen doen. Ik vond het helemaal geweldig. Zeker de achtervolging dat ik toch maar in een Ford Ka heb gereden. Dat had ik nooit kunnen bedenken. En het bleef nog lang onrustig in het kombuis.